Eerste lezing uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 11. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord in acht genomen. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij gegeven hebt bij u vandaan komt. Want de woorden die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En zij hebben daadwerkelijk erkend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat u mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld. Maar deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, Heilige Vader. Bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn, zoals wij. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk, als je die twee liederen naast elkaar legt die we hebben gezongen, hebt u de hele preek al. Er zit een eeuw tussen zo'n beetje, tussen die twee liederen. Je kunt er wel aan merken hoe we wat opgeschoven zijn. Het lied van Johan de Heer gaat, nou ja, bijna alsof het een paaslied is, uitsluitend over Christus, staat vol van Bijbelse termen. Een beetje theologische taal is dat, hè? Christus als de hoge priester die voor ons bidt. Dat is allemaal taal die mensen vandaag misschien niet zo makkelijk verstaan. Het is een loflied op Christus' genade. Het gaat weer over het bloed van Golgotha. Dat was een eeuw geleden, denk ik, de centrale boodschap. Zo verstonden we het evangelie. In het nieuwe liedboek zie je heel veel liederen die iets anders benadrukken. Die benadrukken wat vandaag ook ons thema is. Het mirakel van Golgotha heeft een beetje plaatsgemaakt voor het mirakel van samen zijn. Alsof we daar niet over uitverbaasd kunnen raken. We zijn samen gemeente. Hoe kan dat nou? Een eeuw geleden waren we bezig misschien meer met datgene wat ons verbond. Want dat we samen waren was vanzelfsprekend. Een grote, krachtige kerk in het midden van de samenleving. En nu is dat anders. Nou zijn we die kleine kudde. Kleine minderheid in de samenleving. We houden ons aan elkaar vast en we maken ons zorgen over de jeugd die ontbreekt. En hoe moet het nou met de toekomst? En we worden steeds kleiner. En we moeten de ene fusie naar de andere meemaken. We praten over regionale gemeenten. Ja, dat is de realiteit van vandaag. En misschien dat dat de reden is dat in dat nieuwe liedboek zo vaak wordt gesproken over ons, over onszelf, over onze hoop, onze verlangens en ons samen zijn. Er zit een eeuw tussen, die twee liederen. Dus een kerk die zich kon concentreren op de kern van het evangelie, die kon zich dat permitteren. En die kleine kerk, die kleine kudde, die dat misschien maar een beetje terzijde schuift om maar te kunnen vasthouden aan elkaar. Dat er niet nog meer mensen weglopen. Dat er misschien nog af en toe eens iemand bij komt.
De stemming is omgeslagen, mensen. Nou ja, 100 jaar is ook een lange tijd. Dat zijn toch een paar generaties. Maar onze grootouders waren hier niet mee bezig. En onze overgrootouders helemaal niet. En we zingen taal dan nu over God en Christus, die als het ware ruimte laat voor al die verschillende klanken en toonaarden waarin we nu bij elkaar zitten. Want we zijn in die eeuw ook uitgewaaierd. Allerlei richtingen. Binnen de gereformeerde misschien wel 6, binnen de hervormde misschien wel 10. Allemaal onze eigen manier van beleiden, onze eigen manier van zaken regelen. Onze eigen stemming bij het geloof, onze eigen voorkeuren voor de eredienst. En we hoeven ons daar trouwens niet eens voor te schamen, want zo is het eigenlijk altijd geweest, door de hele kerkgeschiedenis heen. Als Paulus die brief schrijft aan de Filippenzen, dan is dat een tijd dat die gemeente nog zich aan het vormen is. Er zijn al richtingen. In Korinthe zijn er wel 5 verschillende leraren met richtingen. Er zijn Joodse christenen en niet-Joodse christenen. En daarbinnen weer allerlei groepen. Aanhangers van Petrus, aanhangers van Paulus, aanhangers van Jacobus. En dat krioelt allemaal maar door elkaar heen. En Paulus ziet dat, hij ziet het in Korinthe, waar ze als het ware hun hakken in het zand zetten en zeggen, goed, er zijn wel verschillen, maar die anderen die zo verschillen, die hebben het natuurlijk mis. Dan kun je ook met verschillen omgaan. De oplossing die ze gekozen hebben, is voorbeeldig. En we zouden er niet geweest zijn als ze dat niet gedaan hadden. Als die apostelen niet zo slim waren geweest. Of moet ik zeggen, als de Heilige Geest hier niet had ingegrepen. En ze bij de kladden had gepakt en had gezegd van nou is het afgelopen. Nou wil ik een einde aan die strijd. En die oplossing is, vrij vertaald met een modern beeld. Zie nou die hele gemeente als een koor. Wat heb je hier een koor? Verschillende stemmen. Je hebt niet 1 stem, dat is niet allemaal monotoon, die ene stem en iedereen zingt hetzelfde. Kan ook niet. Als je nou zelf bas bent of bariton, kun je niet de sopraanstem zingen. Als je sopraan bent, moet je niet de baspartij gaan zingen. We hebben allemaal onze eigen toonaard, onze eigen toonhoogte. De oplossing van die apostelen was, maak er nou een koor van, zorg er nou voor dat het ene het andere aanvult. Want dan kun je samen toch dezelfde melodie laten horen. Zelfs mooier dan wanneer je maar 1 stem hoort. Want nou hoor je die melodie met een tegenstem en met ondersteuning. Je hoort hele akkoorden, je hoort het veel mooier. Zo kun je die rijkdom van het evangelie veel beter laten merken. Niet kiezen tussen Paulus en Petrus, maar samen. Niet kiezen tussen Jacobus of een of andere gnostische partij. Nee, samen. Breng het nou maar bijeen. Daar hadden ze ook een woord voor in de kerk later. Dat heette katholiek. Dat betekent algemeen. Dat betekent, neem al die stemmen samen. Let er alleen maar op dat we wel gelijktijdig beginnen. En dat we al die partijen hebben die we zingen, is prachtig. Maar laat het elkaar aanvullen, laat het wel dat ene gezang zijn. Het heeft geen zin als die alten zeggen, wij zingen gezang 318. En de sopranen zeggen, nou wij vinden 328 veel mooier. Dat gaat niet samen. Dan heb je niet dat ene gezang. Dat is het moeilijke, hè? Je moet samen dat ene lied zingen en daarbinnen mag er variatie zijn. Moet er variatie zijn. In toonhoogte, in stemkleur. En je moet wel hetzelfde lied zingen. Ik denk dat onze overgrootouders en onze grootouders, die vonden het vanzelfsprekend dat je in hetzelfde lied zong. Wij zoeken naar dat samen zijn. Wij zoeken als we nou maar een koor zijn. Als we nou maar ongeveer gelijktijdig beginnen en ongeveer gelijktijdig ophouden. En dan maakt het misschien niet zoveel uit wat we zingen. Laten we dan maar iets eenvoudigs zingen. Wat we met 4-stemmige partij kunnen uitvoeren. Dat is het verschil.
Onze overgrootouders en grootouders die waren geconcentreerd op de woorden die ze zongen en op de functie van dat lied. Dat moest klinken ter ere van Christus. Hij stond centraal. En wij zijn door ervaring en schade en schande wijs geworden erop gericht om dat koor bij elkaar te houden. Alsjeblieft, laten we dan maar wat anders zingen. Als een deel van de alte dreigt weg te lopen of de sopranen halen de hoge toon niet. Laten we dan maar wat anders zingen, wat eenvoudigers. Maar uiteindelijk zingen we veel liederen over onszelf. Ik wil dat niet beoordelen of veroordelen, zo gaat het. Dat is de weg die deze kerk, die deze Hollandse kerk, waar wij deel van uitmaken, nu eenmaal gekozen heeft. Wat moet je daar nou mee doen? Die vroege kerk, die gemeente van Filippi, die krijgt die oproep van Paulus. Zorg ervoor dat jullie samenzang goed klinkt. Wees eensgezind. Eén van gevoelen. Heb dezelfde liefde. Zongen ze dan niet in Filippi? Waren ze dan niet één gemeente? Natuurlijk waren ze dat. Ze konden samen werken. Ze konden die gemeente overeind houden, de collecte organiseren, het gebouw onderhouden. Ze konden flyers door de bus gooien, bij wijze van spreken, bij mensen thuis. Ze stonden klaar voor een nieuwe leden met catechisaties. Ze hadden leraren zat, leraren en herders zat. Prachtig georganiseerd. Paulus zegt, prachtig is dat. En je ondersteunt mij ook nog. Paulus zit op dat moment in gevangenschap. In Caesarea waarschijnlijk zit hij gevangen. En dan krijgt hij van Filippi ondersteuning. Ze sturen hem geld, zodat hij aan voedsel kan komen. Dat zijn omstandigheden beter zijn, dat hij zijn gevangenbewaarder wat geld kan toestoppen. En dat alles gereed staat als hij vrijkomt, dat hij zijn werk weer kan beginnen. Prachtig. Maar Filippi ontbreekt dus niks, zou je denken. En dan zegt Paulus, ja maar maak nou mijn blijdschap eens helemaal volmaakt. Je zit er zo dichtbij. Je hebt het samenwerken onder de knie. Je hebt het samen zijn onder de knie. Je bent dat koor. En jullie hebben die verschillende partijen. Je kunt prachtig zingen met elkaar. Maar zing nou eens het goede lied. Zing nou ook nog eens een keer het goede lied. Dat is volkomen. En dan geeft hij ze een lied. Staat boven lofzang op Christus. Een lied over Jezus die komt, zich vernedert, mens wordt, lam van God wordt, dat de zonde van de wereld draagt. Heel simpel. Gewoon die inhoud van dat lied van Johannes de Heer legt hij ze voor. Herinner je nou dat het uiteindelijk daarom gaat. En dat je koor bent, niet omdat het zo leuk is om te zingen, maar omdat je die Heer moet dienen en de lofzang voor die Heer moet aanheffen. Anders ben je net zo'n koortje als welk ander dan ook. En wil ze maar voorhouden hoe bijzonder ze zijn. Die komen uit alle geslachten en talen en naties tevoorschijn. Er zitten Parthen en Idumeërs en Joden en Grieken en Perzen. En alles zit daar bij elkaar. Romeinen doen zelfs mee. Zitten daar bij elkaar. Nationaliteiten die elkaar normaal gesproken haten. En elkaar niet kunnen luchten of zien. Samenwerken, kom nou. Niet met dat rare volk. En dan komen ze samen in die gemeente. Wat brengt ze dan samen? Dat ze het toch wel leuk vinden om te zingen en dan hun verschillen maar overboord gooien. Nee, het is Christus die ze verbindt. Het is in zijn naam dat ze samenkomen. Het draait in die gemeente om die ene Heer. Ja, dan krijgt die lofzang ook vleugels. Dan is het een lofzang die naar de hemel reikt. Dat is niet alleen maar dat wij het zo prettig vinden om samen te zijn. Dan zijn we samen in de naam van Jezus. Dan is het zijn wens, zijn gebed om eenheid dat wij vervullen in de kracht van de Heilige Geest. Prachtig als wij zeggen dat we samen lachend lopen in uw grote bruiloftstoet. Maar als het daarbij niet gaat om de bruidegom, om die Heer die ons tot zijn gemeente maakte, dan begrijp ik niet waar dat lachen over gaat.
Als je samen onderweg bent naar de toekomst. Maar het is niet de toekomst van de dag van die Heer. Van zijn terugkeer. Dat hij zijn koninkrijk zal vestigen. Dan begrijp ik niet waarom wij samen lopen. Als dat koor gaat zingen. En de een zingt dat lied. En de ander zingt dat lied. En de ander zingt dat lied. En we weten niet meer waar het over gaat. Zijn we dan nog wel een koor samen? Prachtig dat iedereen zijn stem mag laten horen. Prachtig dat je dat eventjes eruit mag gooien. Prachtig dat ieder van ons de vrijheid en de ruimte krijgt om te denken en te geloven wat hij wil. Dat is ook zo. Dat is een grote verworvenheid die onze overgrootouders niet hadden. Die ruimte om je eigen weg met God te gaan. Dat was er toen veel minder. Dat hebben we gewonnen. Je mag nu, om in het beeld van het koor te blijven, je mag nu zelf kiezen waarin je meezingt, wat je van harte meezingt, of je alt bent of de sopraanpartij wil zingen. Dat mag je zelf kiezen. Wordt niet van bovenaf meer bepaald. Het is veel vrijer dan het ooit was. Maar het schiet door. Het schiet door als we allemaal onze eigen partijtje gaan kiezen. Die gemeente van toen, in de tijd van Paulus, was een koor. En dat koor is niet bij elkaar gebleven. Er waren er die zeiden, we moeten in het Latijn zingen. Er waren anderen die zeiden, nee, we moeten in het Grieks zingen. Oosterse en Westerse kerk gingen uit elkaar. En toen waren er die zeiden, we moeten in de volkstaal zingen. En alleen maar liederen die goedgekeurd zijn door meester Jan Calvijn. En anderen zeiden, nee, meester Maarten, Luther. En anderen zeiden, nee, we zingen gewoon eenvoudige Friese liedjes onder leiding van Menno Simons. Iedereen koos zich zijn eigen dirigent. En elk van die groepen viel ook weer uit elkaar. Want de ene die vond die alleen maar de psalmen zingen en de andere die vond die nieuwe liederen, dat moet toch steeds weer aan de moderne tijd worden aangepast. En al die koren die er waren, die vielen weer uit elkaar. En er werden weer nieuwe koren gevormd en dan vielen we uit elkaar. Want toen zei je de alte, weet je wat, we beginnen puur voor onszelf. Kan ook. Dus had je koortjes met één kleur en met één toon. En we waren al die andere stemmen kwijt. En alles wat in de kerk ooit werd ingebracht, wat de geest gedaan had en gebracht had, er stond een muur tussen. Want we keken alleen maar naar eigen erf, naar het eigen zanglokaaltje. Zo raakten we elkaar kwijt. Gereformeerd en hervormd en daarbinnen weer de verschillende groepen. We raakten elkaar allemaal kwijt. We hebben een grote stap gezet. We hebben gezegd, we gaan al die muurtjes slopen, want we zijn met te weinig mensen. Die koortjes die overblijven, die zingen niet meer, die hebben geen kracht meer. Laten we al die muurtjes nou slopen en we gooien al die koortjes bij elkaar. Dan zijn we weer een beetje één groot koor. Muurtjes slopen, dat lukt wel. Mensen bij elkaar brengen in één ruimte, dat lukt wel. Maar wat gaan we dan zingen? Wat gaan we dan zingen? Voor wie zingen we dan? Eén van gevoelen, eensgezind, willen we graag zijn, doen we ons best voor. Maar in wiens naam? Is de belangrijkste vraag die we kunnen stellen en moeten stellen. We hebben al die organisatie achter de rug. Eenheid van de kerk is op die wijze tot stand gebracht. U zit hier als één gemeente. Voor wie gaan we zingen? Zingen we uit vreugde dat we weer samen zijn? Of zingen we uit vreugde voor die Heer die ons verlost heeft en onze heiland geworden is? Zingen we over onze eenheid, omdat we die zelf wel tot stand kunnen brengen. Goed samenwerken, goed alles organiseren. Of zingen we uit eerbied voor een Heer die zijn laatste dag op aarde besteedde aan een gebed over onze eenheid. Vader in de hemel, ik wil dat zij één zijn zoals wij één zijn. Hoe doen we dat dan? Hij zegt het zelf. Zijn woord te bewaren. Te geloven dat hij gezonden is door de Vader. Een vol eerbied en dankbaarheid naar dat lam Gods kijken dat de zonde van de wereld droeg en u en mij verloste. Dat is de weg van de eenheid. Dan hebben we niet alleen maar een groter koor, maar dan is ons gezang ook de moeite waard.
Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ga dan heen in de vrede van de Heer, op de plaats waar Hij u gesteld heeft om tot een zegen te zijn. En ontvang dan de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.